Stop het dan. De volgende is een bunny vlog. Wat was dat? De bunny was zo. Wat heb ik koud? Wat was dat? Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Heb je goed geslapen? Ja, chill. Ik ben een beetje brak vandaag. Waarom? Ik weet het niet. Brak. Brak, ja. Hoppa. Hoppa. Oh shit. Kunnen we de deuren openen? Dat is nice. Voilà, dit kot wordt direct verlucht. Want waarschijnlijk stinkt het hier. Volle bak naar is wel een stinker. Twee klusjaars. Met dat we alle twee dakloos zijn, kan dat nogal stinken. En deze guy heeft zich al lang niet gedoucht. Wij wel. Wanneer was de laatste keer? Gisteren. Gisteren? Waar? Daar in het water? Ja. Deze guy heeft zichzelf vergaan. De laatste keer was waarschijnlijk ergens bij Louis. In ieder geval... Kijk dit, super mooi om te zien. Mama en papa, het zijn een soort van zwaden. Geen idee welke dier dat het is, maar laat het weten in de comments als jullie het weten. En daar liggen ook de baby'tjes, maar ik weet niet als jullie dat kunnen zien, want het lijkt eerder op een hoop vuilnis of zo. In ieder geval, wij gaan DJ Tony wakker maken, of ik ga dat toch doen. DJ Tony. Oh shit, mijn powerbank tegen het dek. DJ Tony Macaroni. Dat is niet goed. DJ Tony. Ja, dat staat wel al op. DJ Tony. Hey. Yo. Ja. Alles goed. Goed, bij jou? Ja. Al wakker? Oké. Deze guy laat blijkbaar zijn auto open. Waarschijnlijk heeft hij weer een paar vrouwtjes versierd vannacht. En check hoe mooi dat dit is. Dit bedoelde ik. De kleintjes liggen daar allemaal. Oei. De zwaan wordt boos. Ik weet niet welke soort vogel het is. Volgens mij is het een zeearend. Maar ik weet het niet. En de baby'tjes zijn echt wel groot aan het worden. Heel mooi om te zien. Maar ik ga ze maar rust laten voor wanneer ze ons aanvallen. Weet jij welke vogel dat is? Een flamingo, denk ik. Flamingo. Laat weten in de comments. Het is ofwel een zeearend ofwel een flamingo. Ik ga hem bij, want ik heb fucking veel honger. Joe! Woehoe! DJ Tony! Nice! Een lekkere ochtendcruise. Er is niks beter dan een keer skateboard. Ik heb super lang niet meer geskateboard en ik zag DJ Tony, a.k.a. Anthony, een cruiser gooien. Dus ik dacht, ik ga gewoon ook cruisen. Woehoe! Nice! Woehoe. Goedemorgen, eentjes! Wow, yo! Ja, ben je dat dezelfde cruiser? Ja. Maar minder van lopen. Damn. Laat in de comments weten welke cruiser dat de vetste is. Ja. Welke cruiser is van jou de vetste? Plank die, maar smoothness. Die? Maar die gaat mee, hè. Amai. En die kraakt bijna in, toch? Nee, die kraakt niet, hè. Het zijn al auto's aan de gereden. Oké. Deze cruiser is slapper dan ooit. Check dit. What the fuck? Wajo! Oké, dat is de slechtste cruiser ooit. Niet normaal. Die is helemaal ingezakt. Hey DJ Tony. Die cruiser is kapot. Huh? Oh, dat maakt niet veel uit. Hey, die cruiser is kapot. Maar nee, dat is echt smooth. We zijn hier al de hele morgen constant polities aan patrouilleren.
Volgens mij is er iets engs gebeurd. Misschien zijn ze op zoek naar deze boef. Heel raar. Ze cruisen de hele tijd heen en weer. En wij zijn hier gewoon een beetje naar het chillen op het skateboard. Ik denk niet dat wij iets verkeerd doen, maar misschien zijn hier deze nacht criminelen geweest. Ze zouden beter 's nachts hier een keer patrouilleren voor al dat afval. Want soms is het niet meer normaal hoeveel afval. Oh, Grijn gooit brood naar de eentjes. Wow, check de eentjes genieten. Ze zijn super stoked. Een lekker ontbijtje voor jullie. Woe! En nu zijn ze opeens niet meer boos. Daarnet begonnen ze zo te blazen en nu was die ene gans naar mij aan het lachen. Super grappig. Oh nee, oh yo. Als jullie daar zien, daar ligt er een dode eend. Dat is echt wel erg voor te zien. Dat is een van hun, hè? Holy moly. Nee, ik denk dat niet. Wauw, heel dezelfde staart. Wauw. Oh. Maar is hij gewoon ziek? Nee, hij is dood, hè? Ziek, met zijn kop, joh. Oh nee, zo erg voor te zien. Oké, dit is niet voor gevoelige kijkers. Woo! We zijn hier in een beetje aan het eten. DJ Tony op de set. Oh yo! Heerlijk! Net iets minder heerlijk. Iets makkelijk. Yo! Hopelijk krijg ik geen copyright claim door die muziek. Hoppa, en ik moet gaan werken. Deze guys hebben vrij. Wat een gelukzakken. Maar ik ga waarschijnlijk heel het weekend chillen. Dus dat wordt echt wel super nice. Morgen gaan we naar een andere stad. Maar ik ga nog niet zeggen naar waar. Tot straks. Yo, DJ Tony. Grijn, tot straks. Veel succes. Ciao, ik moet meer dan 4 uur werken. En ik kijk er echt tegenop. Ik ga nu waarschijnlijk reacties lezen in de comments van holy moly. Is dat alles 4 uur? Oei, oei, deze rekker hangt niet goed. Oh my god. Fucking hell. Yes, thanks. Oké, gelukkig heb ik de homies om me te helpen. Ik ga waarschijnlijk in de comments lezen, zoals altijd. Benoit, wat ben jij, een luiaard? Je werkt maar 4 uur en je vindt het al veel. Maar geloof me, als je elke dag een vlog dropt, als je vanavond nog een business meeting hebt, als je allemaal papieren voor van alle opdrachten in orde moet brengen, ik ben ook zelfstandig, noem maar op. Fucking hell, geloof me, dat is veel werk. Maar ik ben een harde werker en ik ga ervoor. Dus dat wou ik jullie even laten weten. Het is niet alleen maar een vlogje filmen. Het is ook de vlog editen. E-mails beantwoorden. Allemaal van die papieren invullen als ik een campagne heb. Noem maar op. Dus bij deze, het is niet alleen maar... Ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. Oké, super vet. Jullie zien het. Grijn is aan het werk. Ik heb net klaar met werken. Ik heb in de regen gezeten, maar gelukkig zijn mijn schoenen niet te nat. Dat is wel chill. Welke kant moet jij uit? Oh shit. Welke kant moet jij uit? Ook naar daar. Naar daar. Naar daar. Oké. Okay. Nice. Succes. Dank je. Ja, tot vanavond. Joe. Joe. Holy shit. Wat een kut weer. Ik ben hier nu onder de bomen aan het rijden. Maar ik ga nu echt niet me helemaal nat laten maken voor die laatste 100 meter. Dus ik ga waarschijnlijk hier een beetje chillen. Ik had beter mijn camper op deze parking gezet. Dat had ik misschien beter gedaan. Dan was ik toch, voordat de regen begon te knallen, thuis geraakt. Ik ga straks me waarschijnlijk scheren, want dat moest eigenlijk gisteren al gebeuren. En misschien dat ik een keer naar de fitness ga. En nog een workout toe. En uiteindelijk me nog een keer douchen, want dat zou ik wel kunnen gebruiken. Een lekker warme douche. Niet omdat dat hoeft ofzo om een proper te krijgen, maar gewoon. Ik denk dat het nog een keer deugd zou doen. In ieder geval, ik denk dat deze streek 100% waterdicht gaat zijn. Dus we gaan hier een beetje chillen. Yo! En check, mensen gooien hier hun afval. Wat een domme move. Wat een domme move. Oké, ik zie jullie later. Fuck. Eventjes geschuild, maar opeens werden die bomen nat en het begon superveel te regenen tussen de takken. Dus ik heb mijn regenbak aangedaan en ik ga nu richting de bunnybus.
Wat een scheid weer voor deze periode van het jaar. Dat is niet te geloven. Ik hoop echt wel dat het snel echte zomer wordt. Daar hoop ik echt op. Sowieso. Ik kan niet wachten. Volgende week is dat schijnt super goed. Maar dat zei je dus 3 weken geleden ook, 4 weken geleden ook. Dus we gaan van niks uitgaan. Super nice. Ik ben net bij de bunnybus toegekomen en het is ongeveer gestopt met regenen. Oei, ik heb mijn dakvenster overgelaten, dus ik hoop echt wel dat het niet binnen heeft geregend. In ieder geval, het begint nu terug harder te regenen en de homies zijn hier nog altijd. Check dit. Hey, homies. Alles goed? Oeh, die vader is super boos op mij. Ik ga niet te dicht in de buurt komen. Ik dacht dat we vrienden waren geworden nadat we hen hadden gevoederd. Ik ga nu gewoon de bus in. Fuck alles. Hoppa. Fiets naast de bus. En op slot, zoals altijd. Hoppa. Sleutel zoeken. Fucking hell. Ik word nat. Ik word nat. Woe. Nice. We zijn in de bus. Heerlijk. En het heeft denk ik niet binnen geregend. Joe. Ik ben ondertussen net terug uit de bus en ik vond mijn fietssleutel niet, want ik had dat hier zo random gelegd. Ik heb ondertussen alles een beetje opengesmeten en ik heb de fietssleutel eindelijk gevonden. Het heeft echt super lang geregend, het is eigenlijk nog maar net gedaan met regenen en we zijn al meer dan een uur verder. Ik heb gewoon een beetje gechilled op mijn bed. Ik heb een beetje op mijn gsm gezeten. Ik heb een korte powernap gedaan en nu ben ik weer klaar om de dag in te vliegen. Of ja, de avond in te vliegen. Maar ik ga eerst een duik nemen, sowieso, want ik moet wakker worden. Ik heb echt eventjes in dromenland gezeten. Het was al goed, maar nu moet ik wakker worden. Joe! Het is echt wel heerlijk om zo vlak bij de Blaarmeersen te wonen, want uiteindelijk zou je vandaag niks meer doen, omdat het heel de tijd regent en dan weer niet regent, dan weer wel, dan weer niet. Maar als het zo eventjes terug goed weer is, check dit. Het is nu echt fantastisch en ik ga gewoon een lekkere zen-sessie houden. Sowieso. Heerlijk. Ik heb ook net een beetje research gedaan op het internet. Ze hebben alles op 4 juni gemeten en het E. coli-bacterie was aanwezig, overal. Wat eigenlijk niet zo gevaarlijk is, maar je moet er dan ook niet te veel in gaan. En op 6 juni hebben ze nog een keer alles gemeten. En hier, in dit gebied, hier zo, zou alles safe moeten zijn. Daar in de verte hebben we de duikerszone, die gaat tot 20 tot 40 meter diep zelf. Daar gaat de brandweer en zo gaan duiken, maar daar moet je absoluut niet in gaan. Het is daar gevaarlijk. Dus ik ben zo ver mogelijk verwijderd van het virus. Sowieso. In ieder geval, ik heb mijn spul mee. Heel simpel. Ik heb gewoon een handdoek mee. En daar heb ik een vers onderbroek in. En een t-shirt. En onder deze hoodie heb ik gewoon geen t-shirt. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een natte onderbroek als ik straks naar huis ga. En dat is super chill. Ik loop ook gewoon op mijn blote voeten. Dat is gewoon low life. Sowieso, dat is heerlijk. Als je lang op je blote voeten doorbrengt, dan krijg je echt een super goed gevoel. Je moet dat maar een keer opzoeken op het internet. Dat noemt, hoe noemt dat nu weer? Barefoot aarden. Je moet dat maar een keer opzoeken. Aarden. En dat is heel goed voor je lichaam, voor je spieren, voor je slaap, voor je gezondheid, anti-stress. Noem maar op. En check dit. Dit zonnetje is ook super goed voor anti-stress, sowieso. Als je examens hebt en je neemt een pauze, doe dat niet op je smartphone. Fuck die shit. Doe dat tijdens je eten of weet ik veel wanneer. Een beetje op je smartphone of s'avonds nadat je geleerd hebt. Maar als je echt een deftige pauze wil, kom in de natuur genieten. Neem een duikje of weet ik veel wat. Maar ga naar de natuur, sowieso. Dat is super goed voor je geest. En dat houdt je gezond, dat houdt je jong. Noem maar op, ik ga stoppen met zagen. Ik ga gewoon in het water springen. Joe! Dat heeft echt wel zoveel deugd gedaan. Niet normaal. Ik ben blij dat de security niet is gekomen. Gelijk gisteren. Dat was echt wel super kut. En uiteindelijk komt die security je er gewoon uithalen omdat het niet mag. Omdat er geen redders zijn. Dat is een beetje kinderachtig, denk ik. Dat is een beetje overdreven. Niet normaal. Maar in ieder geval, we kunnen er niks aan doen. Die mensen doen gewoon hun job. Maar als je hier niet in mag zonder redders, dan is de wereld gewoon belachelijk. Dat is niet normaal. Een kindje van 8 jaar, tuurlijk mag die er niet in. Zonder redders. Maar dat spreekt voor zich. Dat is allemaal een beetje dom. Dat is gewoon een gebied in de natuur. Ze hebben die put misschien ooit wel zelf gegraven. Maar het is afgebakend. Het is niet diep. Het is ongevaarlijk. Maar ik ga stoppen met zagen. Want het weer
is fantastisch. Check die shit. Het zonnetje is aan het knallen. Wow, yo. Heerlijk. Super nice. De jongens die daar op de achtergrond aan het voetballen zijn, dat zijn de jongens van het topsportinternaat. Ik heb altijd kamp gegeven voor Blozo. Jammer genoeg, na de stunt dat ik ooit heb gedaan op de Blaarmeers, op de glijbaan, hebben ze mij ontslaan. Dus ik mag geen kamp meer geven. Dat was altijd leuk om te doen. Ik zou dat nu niet voor het geld doen, want zo extreem was dat ook niet betaald. Maar ik zou het gewoon voor de fun doen. Dat was altijd zo een soort van vakantie. Ik vond het altijd heerlijk om hier in de Blaarmeers mijn eigen kamer te hebben en lekker op vakantie te zijn. Maar ik heb nu mijn camper, dus dat is hetzelfde gevoel. Het bed in mijn camper is sowieso beter dan het bed in het sportinternaat. Het is echt wel nice weer geworden. Ik vind het nice omdat de lucht zo heel fris is. Dat zijn trouwens ook de beste dagen voor te gaan lopen net nadat het geregend heeft. De regen pakt al het stof weg en de lucht is dan het zuiverste. En hier, je ruikt zo de bomen, de natte struiken, jullie kennen het wel. Heerlijk. Ik denk dat het ondertussen al bijna 9 uur 's avonds is. Het is echt al redelijk laat. Ik wou daarnet naar de supermarkt en ik was al te laat. Dus Grain had ook bijna toekomen. Die heeft om 9 uur gedaan. En dan gaan we iets lekker maken voor te eten. Lekker chillen. Alles op het gemakje vandaag. Vandaag 100% alles op het gemakje. Joe! Ja. Goeie sessie gehad. Oh. Zoals jullie weten, het heeft hier volle bak geregend en Grain heeft erin gezet. Schoenen nat. Nee, ik heb weer die mooie fashion stringen hangen. Oeh, Grain hangt ze van die plastieke zakken boven zijn schoen. Ik wou dat ook doen, maar ik kon nergens plastieke zakken vinden. Dus mijn schoenen staan hier. Wow. Ah, hier staan mijn schoenen te drogen. Hoppa. Check hem op mijn matras. Op de matras van Grain. Perfecte ventilatie door deze ribbels. Wie heeft er de afwas gedaan? Ik. Half. No way, ik heb net de afwas gedaan. Ik half, man. Ik heb er water aan al bij gestopt. Oké. Al de afwas stond onder de auto. Wat eigenlijk geen goed plan was, want wie weet neemt er iemand aan mee. Maar het is niet gebeurd, dus chill. En ik heb net alles afgewassen met deze setup. En deze borstel. Super nice. Ik ben een banaantje aan het eten en straks gaan wij lekker eten maken. Ik heb speciaal gewacht. Wow. Hey, yo. Hallo. Ça va? Ja, mee. We zijn recht in de vlog. Lekker aan het lopen. Ja. Right. Rust. Ça va. Ja. Holy shit. De zwaantjes van daarnet krijgen eten en alle eenden komen opeens. En check die meeuw. Wajo, de meeuw valt aan. Damn. Oh. Holy shit. Echt wel grappig voor te zien dat die baby zwaantjes net even groot zijn dan die eenden. Dus als ze door elkaar gaan, is het moeilijk om te zien wie dat wie is. En die eenden gaan allemaal loco. Die baby's. Hey, dat is wel mooi voor te zien, hè, man. Dat is echt mooi voor te zien. Dat is toch? Ja. Hop. De baby's doen ook op. Ja. Ja, die zijn bang, hè, die baby's. Die zijn te traag. Hè. Check die één door af, man. What the fuck, man. En die fuck, man. Niet meer winnen. Nu is die baard zwaar en zo. Check die één. Wow, die gans is boos op die één. Ik leg dat een dode kip, man. Wow. Check die darmen al. Ja, kus. Even bra. Check. Wow, yo. Super zit om te zien. Die ganzen, die vallen die eenden aan omdat ze eigenlijk willen dat hun kindjes ook brood krijgen. Wow, yo. En daar is er ook ruzie. Daar is er grote ruzie. Het is constant ruzie. Wow, yo. Je zou denken, die eenden komen goed overeen, die komen niet goed overeen. Dat zijn allemaal vijanden. En die denken alleen maar aan eten. Damn. Heb je nog? Het is gedaan. Jammer. Check die guy. Check die eend.
Hey, die heeft nog een stuk contact. Check die weg, check die weg. Die geven zelf geen fok als ik hier ben. Het enige wat zij omgeven is het brood. Ligt er hier nog brood? Sorry homies, geen brood. Hey! Kleine rakkers! Hoe gaat het met jullie? Wajo! Oké, deze baby's zijn veel te schattig. Dat is super mooi om te zien. Hey! Nice! We hebben net een gerechtje gemaakt. Het ziet er super nice uit. Ik had deze wraps nog liggen. Grain had deze rijst mee. Dat is super easy. Je gooit dat gewoon in de pot. En dat is nog goed van kwaliteit ook. Kokosnoot, chili en lemongrass. Dus we hebben rijst, we hebben linzen, erwten, boontje en tomatensaus, mais, tortilla wraps en kruidenboter. Grain is ondertussen ook al bezig aan de wrap. Is die lekker? Ja, maar de wrap is een beetje uitgedroogd. Uitgedroogd? Een beetje. Die zijn net nieuw. Ja? Ja, die zijn net nieuw. Smaakt zo bij uitgedroogd. Oei. Ik denk dat Grain nog niet genoeg wraps heeft gegeten in zijn leven om te weten hoe dat de wraps maakt. Maar in ieder geval, als ze te veel zijn uitgedroogd, gaan we ze aan de eendjes geven. En de eendjes zijn altijd paraat om lekker te eten. Check dit, check dit, check dit, check dit. Check dit. Die eendjes zijn niet normaal, die geven hem geen fok. En het is altijd oorlog als er moet gegeten worden. Check dit, check dit. Hoor die zwemvliezen. En daar is de familie. Daar is de familie. Dit is meer veel, man. Oké, nog meer mais. Willen jullie mais? Hoppa. Nice. In ieder geval, eet smakelijk als jullie ook iets aan het eten zijn of gaan eten. Joe. Wajo. Check dit. Zo. Ja, daar stopt het dan. De volgende is een bunny vlog. Holy shit! Ik moet hier even op stop zetten. Dat moet ik even op stop zetten. Niet normaal. Jamila Baidu is dus een video aan het maken over welke mannelijke YouTubers dat ze zou daten. Ondertussen is de homie Nataal geweest. Dat was blijkbaar een no-go omdat hij te jong was. Unaris ook. Dat was ook een no-go omdat hij te jong was. Kastiop, juist van hetzelfde omdat hij ook te jong was. En wie nog? Just Nicolas. Die was blijkbaar een goede vriend van haar geworden, dus dat was ook een no-go. En nu ben ik het. Ik vraag me ook af als Jordan de Ninja nog komt. Ik denk van wel, maar we gaan checken. Dieke jongen, ik ken supergoed bijken trouwens, niet normaal. Zou ik er mee eten? Nee. Ik denk dat ik kieskeurig ook gewoon. Ach ja. Had je veel meegemaakt, dan begin je wel kieskeurig te worden, ja. Echt ja, check. Dus Bunny, I love you, you're amazing, maar ik zou niet daten met u. En jij waarschijnlijk ook niet met mij, dus. Komt lekker overeen. Ze heeft geen ene reden gezegd. Ze heeft geen ene reden gezegd. Holy shit. Maar in ieder geval, Jamila, leuke video. En ik ben benieuwd als Jordan de Ninja ook nog komt. Want dat wil ik echt wel weten. Dat wil ik echt wel weten. Ik denk het niet. De grootste YouTuber in Nederland is Quibble. Oh shit. Engelse video's, dus dan bezien ze. Oké, Jordan de Ninja. Jordan de Ninja hoort blijkbaar niet meer bij de grote YouTubers. Want ze heeft gezegd dat ze alle grote YouTubers van België geen keuren. In ieder geval, deze video was kapot lachen. En we gaan nu verder kijken, maar ik ga jullie dit niet aandoen. Joe! Wat zo doen we daar in de bunnybus? Hoppa! Wajo! Lekker man! Zoals jullie zien, de bunnybus ligt alleen maar rommelig door deze guy. Die haalt alles overhoop. Oeh! Hoppa! In ieder geval, het licht werd perfect. Zoals ik al zei, ik ben super stoked. De bus is nat. Dat is wel een beetje sketchy. Maar we gaan het overleven. Het is de eerste keer dat het echt zo wak is in de bus. Al mijn handdoeken zijn nat. Bijna al mijn schoenen zijn nat. Het
Het is echt wel een struggle, maar morgen gaan we richting een andere locatie. En ik ga dan gewoon alles op de chauffage leggen terwijl ik rijd. Ik ga die chauffage volle bak zetten en het zou normaal allemaal goed moeten komen. Nu besef ik dat het eigenlijk echt wel noodzakelijk is om een verwarming in je bus te hebben. Deftige elektriciteit, zodat die verwarming kan aangaan. Net zoals een frigo en nog andere shit. En uiteindelijk ook zo'n ventilator. Ik zie veel vanlifers met zo'n ventilator. Ik dacht altijd dat dat zo'n ventilator was voor in Californië of zo, als het te warm is om te kunnen chillen met lucht. Maar dat is blijkbaar een ventilator dat lucht van binnen naar buiten blaast en omgekeerd. Zodat alles een beetje verfrist kan worden. En dat is eigenlijk wel nodig. Toch? Sowieso. Met je dakraam alleen ga je er niet recht. Het heeft hier ook eergisteren, denk ik, binnengeregend. Wajo, weer vandaan, man. Ja. Het is bijro. Wajo. Wajo. Oké, zoals jullie zien, er moeten dringend oplossingen gevonden worden. En ik laat dat dakvenster ook liever open, want blijkbaar kan je stikken in zo'n bus of zo als je geen verlichting hebt. Wij gaan alleszins lekker slapen. We gaan hier nog eten. Chocola, werkjes. Wajo, wat was dat? De bunny was we kold. Wat was dat? Een piraten, Matty. Wat een margie, man. Hey, we gaan chatten. Hey, we gaan chatten. Een koffie of zo, man. Oké, super vet. De politie is hier net langs geweest. En ja, ze gaan extra patrouilleren, sowieso. Er zijn hier blijkbaar jongens dan hier bommetjes komen smijten naast mijn auto. Is dat grappig? Ik weet het niet. Maar we hebben alleszins de auto's gefilmd. En we hebben het allemaal doorgegeven. Dus het is gewoon een wack move als je zoiets komt doen. Kom goede dag zeggen. Weet ik veel wat. Maar zoiets, dat zijn gewoon fucking één van die mannetjes dan moeten haten. En die gaan er altijd zijn. Haters gaan altijd haten. What the fuck? Waarom bestaan jullie? Waarom doen jullie zo'n shit? Dat is toch gewoon omdat je jaloers bent? Dat heeft toch geen één andere reden? Dat doe je toch niet omdat je mij persoonlijk haat? Dus hoe kan je mij haten als je mij niet kent? Ik snap er niks van, ik ga het nooit snappen, maar je hebt nu eenmaal losers in de wereld. That's it. Niks aan te doen. Ik ben wel blij dat de politie super vriendelijk was en dat ze hier nu driedubbel zoveel gaan controleren. Ik heb ook gezegd dat dat sluikstorten beter gedaan moet zijn. Dus daar gaan ze ook een oplossing voor zoeken. Dat is echt wel super chill. Ik ben eigenlijk dankbaar dat ik nu eindelijk een keer met de politie op een normale manier heb kunnen praten. En ik heb de politie trouwens niet gebeld. Die zijn opgeroepen door iemand dat hier gewoon random in een auto zat en die had dat gezien. In ieder geval, let's fucking go. Wat gaan wij nog doen vanavond? Niet veel. Wij gaan waarschijnlijk lekker gaan slapen. En ik ga de vlog hier afsluiten. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog, zoals bijna elke dag. Om 5 uur, peace out, ciao. De vlogs gaan trouwens super hard de laatste tijd. Een box naar jullie. Elke vlog knalt over die 10k. De zomer is weer begonnen. Ciao. Yo. Ik ga me vanavond nog verzetten. Nu gaan we naar een andere spot. Dat is niet zo, man. Sorry.